Deze beschouwing. Ik ga er maar even voor zitten. Dat wordt weer lekker een uurtje. Ja, maar Piggy, wat ga je het over hebben? Dat moet je snel zeggen, want anders hang ik op. Nou, als je haast hebt, dan zou ik ophangen. Je kan het ook prima draaien voordat je gaat slapen. Ik hou het lekker kalm. Over de coronazwendel. En hoe gek wij zijn. Wij geloven echt alles. Hè? Neem die aanslagen van 11 september 2001. Het aantal mensen in Nederland dat uh, gelooft dat de regering en de media in die dagen. Hun uiterste best hebben gedaan om ons zo goed mogelijk te informeren over Osama bin Laden. En elf jaar daarna hebben ze eindelijk die man gepakt, die Osama bin Laden. Die hebben ze dan doodgeschoten gelijk. En toen hebben ze hem een, een Mohammedaanse begrafenis gegeven. Door het stoffelijk overschot ergens in de Indische Oceaan te dumpen. Ja, dus Mohammedans was heel respectvol. Ja, het is ook een manier om ervoor te zorgen dat je niet kan vaststellen wie het nou was die je doodgeschoten hebt. <coughs> 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 ja, iemand als Wim Kruidertuin is een heilig gelover in het kwaad dat het Mohammedanisme heet. Het was Osama bin Laden hoor. Dat kan niet anders. En als je dan aan hem vraagt. Waar baseer je dat op? Dat is echt van ja, waarom? Het stond altijd al in de krant. In de jaren negentig hadden ze het al over Osama bin Laden. En Al-Qaeda. En de aanslagen in Kenia. En zo gek zijn wij. Zo we weten helemaal niks meer van natuurkunde, van rekenen. En dat is toch een vrije keuze. Je kan niet alle schuld afschuiven op de debilisering van het onderwijs. Zeker tegenwoordig niet meer. Ik weet nog dat ik ergens in 2006 een jonge man van een jaar of 23... de website liet zien van Architects, Architects and Engineers for 9-11 Truth. Dat heet uh, gecontroleerde, bestuurde, aangezwengelde oppositie. Dat weet ik ook wel. Inmiddels zijn die, jaren, die mensen die zijn al 19 jaar lang vruchteloos bezig... En daar gaan ze voorlopig ook lekker mee door. Er gebeurt helemaal niks. En wij weten inmiddels dat er een frappant fenomeen is. En dat is dat na die aanslagen van 11 september. toen kwam er een nieuwe wet. En die wet die behelste 800 pagina's tekst. Of iets van duizend, of heel veel pagina's tekst. Daar hebben ze jaren aan lopen schrijven. En nou, toen kwamen die aanslagen van 11 september. En dan, oh nee, maar we hebben de wet al klaar. Oh, nou, maar dat komt ook goed uit. En wie was die gozer? Die achter die wet zat? Dat was Viet Ding. En dan moet je niet zo stom gaan lachen nu. Ja, Viet Ding, eh, periodetisch gek. Nee, zo heet die man. Viet Ding. Met een D. Van Dirk. En voor de rest, zoals je het op zijn Nederlands ook schrijft. Of zuigt. En dat was een Jezuïet. Ja, dat weten we nu. En niemand mag erover hebben. Nee. Want dan worden we zagerenig en John uh, Perry, maar dan denk jij dus dat wij allemaal heel erg dom zijn, dat we dat dan niet eens gezien hebben? Nou, uh, je bent dom omdat je je nooit in hebt verdiept, en dat dat creëert die domheid. Niet dat jij dom bent, maar je wil geen boeken lezen en je wil kijken naar Hollands volgende topmodel. Oh, ik vond het meisje uit de Bijlmer, vond ik wel. Uh, ja, en die moeder was er ook bij, ja, En dat vond ik wel uh, nou, erg emotioneel. Dan kan je toch zien dat het mensen zijn. Ja, dan snap je er verder helemaal niks van. Net heb ik zo'n droevig, relaas gezien van een vrouw. En die heeft dan een ontheffing. Dat vind ik ook zulke aanstellerieters. Dan is dat alles wat je kan. Je kan er wel even met een mondkapje lopen. Wat is dat nou? Ja, maar dan krijg ik me helemaal... Oh, dan ga ik panieken. Oh, dan ga ik hyperventileren. Ja. Dan ben je ook niet helemaal uh, knijzen. Nee, ik heb uh, twee, drie weken lang gewerkt met een mondkapje. Als schoonmaker. En dan sjouwen met emmers. En, uh, en moppen. En bukken. En trappen op en trappen af. Met een mondkapje. En ik kan je vertellen. Dat is ongelooflijk voortplantend irritant. Tot en met uh, vage hoofdpijn aan toe. Nee, weet ik wat er op Het was zaterdag. En ik voelde. Ik was al verkouden. Een snotneus. Hè? En ik denk: verdorie, ik heb verhoging. Hè? En met 38 graden koorts. Of 38 graden lichaamstemperatuur. Dan heb je koorts. En, en die mag je niet naar je werk. Nou, en ik had 37,8. Nou, en ik kan rekenen. Dat betekent dat ik geen koorts heb. Dus ik ben gewoon naar mijn werk gegaan. Wat is dat nou? Je bent toch geen mietje? En er gaan helemaal geen mensen dood. Er is helemaal niks aan de hand. Maar we zijn ook niet naar de maan geweest. Ja, maar is dat erg? Wat is er nou erg aan het feit dat we niet naar de maan zijn geweest? En mensen worden er helemaal... Oh, de, oh, de, als je dat soort dingen zegt, oh, dan ben je van de platte aarde. Dat is toch belachelijk? Dat je tegen iemand zegt, ik hou van pindasaus. Oh, dan ben jij zo iemand van een citroendiëet. Ik denk, wat? Waar, waar heb je het over? Nou, uh, jij bent voor, uh, wat zei je, pindasaus? Oh, dan ben je zeker ook zo uh, citroen. Uh. Ja, dat is heel vaak zo. We zijn niet aan de maan geweest. de, de is North American Space Agency, net als de European Space Agency. Dat zijn speeltjes van rijke mensen, net als de Wereld Natuurfonds. Dan gaan wij allemaal doneren voor het Prins Bernhard Wereld Natuurfonds, zodat Prins Bernhard, op onze kosten, af en toe eventjes in Afrika kan gaan kijken of het allemaal goed gaat met de olifanten en de leeuwen. En geloof me dan maar, die meneer uh, Prins Bernhard... die heeft er ook lopen pif-paf-poefen natuurlijk. En seks gehad, buiten natuurlijk. In Afrika. Dat staat vast. Oh, dan beginnen we weer over CO2. Of over SO2. Of, uh... Je hebt ook nog die CFK's gehad... Chloor, fluor, koolhydraten. Dat is de, dat spul ik dan ook weer. De drijf, dat is een drijfgas. Dat kan je heel goed comprimeren en het expandeert dan weer. En heel grappig. Het zit in koelkasten. Nee, daar gaan we een groot probleem van maken. Ik denk dat wij het nodig hebben. Ik denk dat wij bij een leven. zonder die, die ellende van die jezuïeten. dan worden wij helemaal. sorry dat ik helemaal zei. dan worden wij teruggeworpen. op. op onszelf. En dan hebben wij niks meer. om ons druk over te maken. wat buiten onszelf ligt. Snap je me nog? Je maakt je druk over iets buiten jezelf. Dat je, oh, is een schandaal. Oh, nee, dat, oh de mondkapjes. Oh, CO2. Oh, de zeespiegel stijgt met 80 meter. En als je dat niet hebt. Het enige waar je dan nog druk over kan maken. dat is wat je zelf hebt uitgevroten. En die ene keer dat je je moeder niet gebeld hebt. En dat jij toen hebt gezegd: van ja, mijn mobieltje was, uh, ja, het was, allemaal, uh, het was druk, het waren allemaal dingen. Nee, je gewoon je moeder vergeten te bellen. En dat heb je niet gezegd. Je hebt gelogen. En dat is het punt. En dan zijn wij dus aan massa, 98,98,98 procent, ,98 lopen wij de boel te besjoemelen. Op allerlei fronten. En we gaan ons druk maken over CO2. Of ijsbeertjes. Of haringetende zeehondjes. Ja, er staat ergens in de Bijbel dat Babylon, dat is niets meer dan een straf voor ja, je ongelovige gedrag. En dan krijg je het. Dan ontsport de heleboel. En dan die vrouw, die loopt zonder mondkapje de praxis in. Die gaat nog naar de servicebalie en laat haar ontheffingsbewijs zien. Wat ze gewoon gedownload heeft van het internet op eigen initiatief. En dan doe je print en dan pak je een schaar en dan heb je plotseling. Ja, wat heb je dan eigenlijk? Je hebt iets geprint van het internet en je hebt een schaar gepakt en dan dus heb je je portemonnee gestopt. Ja, ja. En de servicebouwer die zei: nou mevrouw, ja, nee, bij alle je alle begrip en uh, don't panic, don't panic, u kunt hier veilig winkelen. En dan kwam ze in de winkel, was ze aangesproken door een man op een hele onbeleefde manier. En in plaats dat ze die man dan haar ontheffingsbewijs laat zien en nekjes tegen hem zegt van ja, ik, ik heb een ontheffing, kijk, hier is het en ik ben bij de servicebalie geweest... en daar zeiden ze dat ik geen mondkapje hoefde. Maar als u vindt van wel... zullen we dan samen even naar de servicebalie lopen. Kijk, zo kan het ook. Die man was in paniek. En die man was een eikel. Natuurlijk. Hm? Wat bemoeit u zich mij? Er loopt iemand in de praxis zonder mondkapje... Hij heeft wel een mondkapje. Nou, mondkapjes werken niet. Dus hij is uitstekend beschermd. Hij moet wel een beetje afstand houden, natuurlijk. En, uh, ja. en er zijn er wel meer tips die je kan geven om uh, te voorkomen dat je doodgaat, geen ruzie maken met iemand tijdens het autorijden. Dat is heel gevaarlijk. Een andere tips die ik, uh, nou, ik heb ze even met mijn mouw schud, Is uh, eet gevarieerd. Um, ja, eet geen koolhydraat. Ja, een beetje wel. Maar... maar zorg ervoor dat de hoofdmoot van je maaltijd dat is uh, vlees, vis, groente en fruit. Is. Knap je er erg van op. Een glaasje alcohol. 1, 2 glazen rode wijn per dag, dat is een ongelooflijk succesnummer. Het is bewezen dat mensen die dat doen, die, ja, die worden oud. En ook iets als je rookt. Rook niet tijdens het fietsen. Rook niet tijdens het lopen. Als je gaat roken, dan zit je met je billetjes uh, lekker uh, door tevreden roken. Of je staat bij de bushalte. Maar niet uh, lopen en roken. is slecht voor je longen. Slecht voor je hele lichaam. Ja, zo kan ik hem wel even doorgaan. Vitamine C consumptie, dat is ook heel belangrijk. En dan kan ja, je zeggen, ja, maar sinaasappels zijn tegenwoordig hartstikke duur. En kijk, daar gaan we weer. Oh, ik heb van de week heb ik een, een liter of zo limonadesiroop gekocht. Er zit ook vitamine C in. Best veel. Je kan ook vitamine C te kopen. Wat je maar wil. En zo heel veel vitamine C heb je ook weer niet nodig, maar het idee is leuk. een Lekker zuur in de mond. En het kost helemaal geen drol. En het allerbelangrijkste is dat jouw leven met jouw lichaam, dus je lichamelijke leven. Ja, waar heb je het over? Dit Tegenwoordig is dat, dat is 80 jaar bijna. Maar dan nog, het is maar 80 jaar. En heb je een, een promiscue, uh, seksueel gedreven, homoseksualiteit, hoe noem je dat? Ja, sodomie is de verzamelnaam. Ja, dat kost je 10, 20, 30 jaar van je leven. Maar heb je wel lekkere seks gehad, behalve op het laatste. En dat geeft dan wel een bitter gevoel. Dat je de laatste jaren van jouw vrolijke... Party to, 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 lekker party met de poppen En dat dat dan niet meer gaat. En dat je in een bed ligt. Hè? Met ingevallen wangen. Het is je eigen stomme schuld. Je ja, had kunnen weten. Dus... Het is helemaal niet erg om erbij te zijn dat je lichaam sterft. Dat geldt in de regel voor de gezonde mens als een bevrijding. Maar oh hé. Nee, nou, die hebben we gehad. We zo'n laatste ademzucht van... Hè. Nou, daar was je dan. Het grote probleem zit dat als jij je leven hebt vernacheld. dat die herinnering. niet ongedaan gemaakt kan worden. op het moment dat jij uh, je laatste adem aan het uitblazen bent. Dus ik ken zo'n gozer en die heeft mij getild voor 7000 euro. En die dacht, ik ga lekker de pijpen uit, want dan hoef ik Perry niet terug te betalen. Nou, die gozer, die, uh, die is naar de hel. Wat is dat nou? Dat is geen manier om met je vrienden om te gaan. En zo zit het leven in elkaar. In de Bijbel staat zoiets moois en dat luidt: wees niet bang voor degene die jouw lichaam kunnen doden. Wees bang voor degene die jouw lichaam en je ziel kan doden. En je ziel doden, dat kan niemand op deze aarde. Dat weet een ieder. En vrees diegene. En veeg je eigen straatjes schoon. Al die idioterie met die coronatoestand gaat alweer. Dat We is een zwendel, meer niet. En waarom? Nou, wij houden daarvan. Wij willen bezwendeld worden. Wij willen ons druk moeten maken over iets wat wij gelezen hebben in een tijdschrift. Of, of op papier hebben we ergens iets gelezen. Of we zagen op een andere op een beeldscherm. Oh, oh nee, maar nu is het genoeg geweest. Wij hebben dat nodig. Vinden wij? Ja. En wij vinden dat we dat nodig hebben. Nou, en als je dan ook nog weet dat als jij behoeftig bent, ja, dan creëer je een markt. Wie was die econoom? Was dat Smith? Adam Smith? Nee, dat was een andere. Een vader van de marketing of zo. Die heeft gezegd. It is better to have a market. Wen een meel. Dus beter heb je een markt. dan een productiemiddel. Een molen dat is een productiemiddel. Je hebt dat ja, hoef ik niet helemaal uit te leggen. Maar je, kijk, je kan, gras kan je niet eten. Oh, die zaadjes die erin zitten. nou ja, die kan je nou ja, ook niet echt eten. Maar wat je kan doen. is je gaat die zaadjes heel erg fijn malen. Dan krijg je meel. En dan doe je water bij. En een klontje boter. En een ei. En dan goed klutsen. En dan even laten rijzen. Of met een beetje gist. En dan doe je het bij 300 graden Celsius of zo. Lekker bakken, bakken, bakken. Maar eerst moet je die, die bloem hebben. En daarvoor heb je een molen nodig. En dat is een productiemiddel. Maar aan een productiemiddel heb je op zich niks. Het gaat om die markt. En als de markt. Graag een probleem wil waar ze zich druk over kunnen maken, zodat we het niet hoeven te hebben over die keer dat mama met haar nieuwe vriendje op de bank lag en de voordeur niet wenste open te doen voor haar dochter die daar in de regen stond. Want ze had zoiets bedacht. Nou, die dochter die snapt wel dat ze moet aanbellen bij de buurvrouw. Dan bel ik nu even de buurvrouw. Dan zeg ik tegen de buurvrouw dat ik de bel niet kon horen. Dan zeg ik tegen mijn nieuwe vriendje. Nou, de seksdingen is voorbij. Ik doe mijn slipje weer omhoog bij haartje dicht. En dan moet jij de deur uit. Nou, waarschijnlijk over tien minuten, want dan is het dan wel binnen bij de buurvrouw. En ja, ga met gebogen hoofd over de straat, zodat je niet gezien wordt. En dan haal ik mijn kind op. Dat soort moeders bestaan. Dat zijn de alleenstaande moeders. Dat is iets heel geweldigs. Ze heeft te maken met feminisme. En de evenlange. Millennia-lange vrouwenonderdrukking. En daarom vinden we dat gedrag van die moeders tegenwoordig fantastisch. En dat soort moeders. die willen graag een CO2-probleem. Want ze willen het er niet over hebben dat ze op de bank lagen. Met een nieuwe vriendje, dat ze toen de deur niet hebben opengedaan voor het kind dat om tien over negen s'avonds in de regen stond. Terwijl ze met het kind hadden afgesproken, als je, nou, met de vader dan ook, want ik weet dat ik was erbij. Hè? Tussen negen en half tien zou het kind aanbellen. Ja, toen lag mama op de bank met een nieuwe vriend. En hé, wat onhandig. Maar daar kunnen we niks aan doen. Nee, we kunnen wel wat doen aan CO2. We kunnen er lekker over gaan lopen kankeren. En dan verzinnen we daar zo'n viespeuk als dokter Bert Vermeers bij. Die het ook nog eventjes een scenario schetst van... Ja, 80 meter ja. ja, Ja. Ja, dat kan ook. Toen zijn we allemaal knettergek. Die man in de praxis die die andere vrouw zonder mondkapje zo ongelooflijk onbeleefd aansprak. Ja, die man is ook debiel. Wat heeft die uitgefroten? Want dat is niet normaal wat die man doet. Maar we willen dat. Wij willen een politiestaat. Wij willen dat alles in de gaten gehouden wordt. Wij willen dat alles netjes opgeschreven wordt. En een rechter. En degene die de regels overtreedt, die krijgt een boete. Maar ja. dan krijgen we dat toch? En daar wordt een geld aan verdiend, jongen. Wow. Moet jij voor de gein, hè? Moet je eens met je auto die het goed doet. En dan moet je ook nog een keer iemand vragen: van, wat, wat, wat vind jij van deze auto? Rijdt die lekker? En dan laat je je vriend laat je erin rijden. En dan trap hem eens even op zijn staart. En, en trek die wel goed door. En, en zet hem eens even in de bocht. En scheur daar in zijn derde versnelling doorheen. Met 80 km per uur. Zit die wielbasis nog lekker? En, dat ik een vriend zeg, ja, dat is een lekker autootje man. Nou, dan ga je met die auto naar een garagebedrijf wat je niet kent. En zij kunnen jou dus ook niet. En dan moet je heel beleefd vragen. Ja, ik, ik weet niet goed wat er met die auto is. Maar ik heb zo'n. Ja, kunnen jullie er even naar kijken? Het is, ik kan het niet goed zeggen wat ik nou mis. Het is net, en ja, maar nou misschien is er niks aan de hand hoor. Maar dat zouden jullie even willen controleren? Want ja. En dan laat je je auto achter, en dan kom je terug. En dan zit die garagehouder, die, die zit er met een hele lijst van dingen. Van, ja, uh, op zich, hij rijdt nog wel. We hebben hem getest. En toch hebben wij een aantal dingen gevonden waarvan wij denken, ja, dat zou een mogelijke verklaring kunnen zijn. En ja, bij, ik wil er wel bij zeggen dat als je er niks aan doet, nou, dan zijn de kosten op termijn uh, te betrugen. Wedden? Hoeveel garagehouders zijn er? Die in zo'n geval eerlijk tegen je zeggen: Nou, meneer, er is helemaal niks aan de hand. Dat ding rijdt lekker. Ik zou er niks aan doen. Nee. Jij bent de markt, jij, jij komt met een vraag. en zo'n garagehouder die speelt erop in. Nou, wij hebben die vraag dat wij graag een groot extern gevaar willen hebben. dan hoeven we het niet te hebben over onze privé. Nou, dan wordt, uh, je, je wordt bediend. Maar je moet wel betalen. Die fijne corona-angst die men dus wil, niet per se corona, maar men wil zoiets, hebben we dus corona gekregen. Ja, dat heeft de Nederlandse samenleving 100 miljard euro gekost. Even los van de economische schade en alles wat er was, maar er is 100 miljard door de Nederlandse overheid geleend. Want de Nederlandse overheid heeft helemaal zelf geen geld meer, hè? Die zitten boorden vol, die hebben het over de oren in de schulden. Dan hebben ze de 100 miljard euro bijgeleend. En die 100 miljard hebben ze zo uh, in een groot pakket gegeven aan uh, hele verstandige mensen. En die gaan het ongelooflijk slim uitgeven. Ja, ik denk dat ze ook heel veel gaan vergaderen. In, ja, toch wel, ja, Davos bijvoorbeeld heb je frisse lucht en... Uh... <tosses> Ja, en de KLM, ja, daar vlieg je dan met de KLM, maar de KLM krijgt ook subsidie van de corona. Is dat meer? Dus, wij moeten heel blij zijn met de dienstverlening die we krijgen. En ja, we staan dan wel een beetje beteuterd te kijken: van, jitje, maar dat is 5000 euro per Nederlander. Meer trouwens nog, maar laten we uitgaan van 20 miljoen Nederlanders. Ja, en dan 100 miljard. Nou, 100 miljard gedeeld door 20 miljoen. Dat is 5000 euro per Nederlander. En om je even een grote teleurstelling te bezorgen... ik heb geen 5000 euro. Ik heb een uh, begrafenisverzekering. En ja, dat is dan 6000... Ja, nou oké, okay, dan, dan, dan die dan. Maar ja, ik heb dat niet. Hè? En aan de andere kant, dat is helemaal, ja, die, ik moet wel onder de grond. En dat schijnt ook maar steeds duurder te worden. Dus dan wat je van die zes ruggen overhoudt... Het nou, nou, is te hopen. Ik wens jullie veel geluk. Mijn dochter heeft geen 5000 euro. Dat kan ik je wel vertellen En ik ken nog wel meer mensen die dat echt niet hebben. Ja, iemand moet wel op gaan hoesten. Hè? Maar ja, we wilden het zo graag: een, uh, een ramp, heer. Geef ons een ramp. Dan kunnen we ons ergens druk over gaan maken en dan hoeven we niet langer te denken aan onze eigen zonden. Want ja, je kan wel stilstaan bij het feit dat ik als moeder tussen... Uh, ja, dat misschien dat je dat uh, nou, onhandig kan noemen, ik was de tijd vergeten en... Nou, ik heb het wel creatief opgelost en... Ja, ik vind dat geen liegen. Ik vind dat meer dat je de deur niet open doet en dat je tegen de buurvrouw zegt... Ik kan de bel niet horen, want ik lig in het souterrain." En dat was niet zo, maar het had wel gekund, hè. Ze had in het souterrein kunnen liggen. En dan had ze de mogelijk de bel niet gehoord. Ja, dat is wel voorstelbaar. En daar willen we het niet over hebben. We willen het hebben over verzonnen problemen. Die dan heel echt overkomen. Met echte ministers. En een echte Klaus Schwab. Van zijn wereld-economisch forum. Ik kan er niet op wachten. Liever vandaag nog dan morgen. Ook een mondkapjesplicht als je op het toilet zit. Het moet veel verder nog. Mondkapjesplicht in de vrije natuur en dat ook in de krant komt te staan dat een bepaalde familie heeft een verjaardag gevierd... op de Hoge Veluwe. en toen zijn er en dan komt een mooi getal, er zijn er um, 322 koolmeesjes hebben toen de pootjes gebroken van de corona. Het bleek dus dat corona dat als het bij koolmeesjes komt hè, dan breken ze de pootjes. Ze verzinnen alles hoor. Het maakt jou toch niet uit. Want jij gelooft toch alles. Ja, dat verhaal van die kolmesjes op de Hoge Vele dat zuig ik niet aan beduimen. Dat een vogelbescherming die zegt: van ja, door de ammoniakuitstoot van de intensieve veehouderij verzuurd. De hoge vederen. Ja. En jullie weten niet wat ammoniak is? Nee. Ammoniak is een bazen. Ja. ja dat soort dingen weten wij niet meer. Of we willen dat niet meer weten. We geloof alles. Ik denk ook dat heel veel mensen die hier naar luisteren niet het verschil weten tussen een bazen- en een zuur en niet weten dat het tegenovergesteld is. Je neemt twee delen. Het ene deel is zuur en het andere deel is basis. En die gooi je bij elkaar en dan heb je pH neutraal. Dat heft elkaar op. Dus door de ammoniakuitstoot van de intensieve veehouderij... kan je niet iets zuurder maken... Ja, die eenvoudige dingen bij vogelbescherming, weten ze dat niet. Ik heb nog per e-mail heb ik contact gehad met die mensen. Ja, ze zouden het rectificeren. Ja, dat is helemaal niet gebeurd. Nee, want wij willen graag van Vogelbescherming Nederland horen dat koolmeisjes. Pootjes breken. Doordat de intensieve veehouderij ammoniak uitstoot. En dan gaan we de intensieve veehouderij gaan sluiten. En dat is goed. En we zijn helemaal vergeten dat wij vroeger geen intensieve veehouderij hadden, maar dat mocht niet meer. Want de regels voor de boeren die werden zo enorm dat de enige manier voor boeren om nog te kunnen boeren was om te gaan doen aan schaalvergroting. Als jij een boer was, bij wijze van spreken, met, noem eens wat, 60 varkens. Ja, dat overleef je niet. Maar als je er maar 600 neemt. En dan meerdere lagen bovenop elkaar. Ja, dan, dan heb je voldoende omzet om computers aan te schaffen. En de, de boekhouder te betalen. En de mestadministratie. En de filters voor de dit. En de biet voor de dat. En de wekelijks controle. En dan moet je weer Ja, dat gaat alleen maar als je heel veel varkens hebt. Of heel veel kippen. Moet jij voor de gein eens uitproberen. Hier in Arnhem Zuid. Dan kan het. Maar dat kan overal. Iedereen met een tuintje. Dan zit ik een kippenhok in. Dat is echt geen probleem. Ook met de katten van de buren niet hoor. Die kijken wel linker uit met die grote kippen. Hoor. Ja. En dan ga je die kippen. Die voer je maar wat. Wat je maar wil. Wat je maar over hebt. Dat kan echt van alles zijn. Je kan zo uh, van je. Want je groenteafval, daar maak je zo kippenvoer van hoor. Dat moet je eens gaan doen. En dan moet je zoveel kippen in je tuin hebben dat jij te veel eieren hebt om zelf op te eten. En die verkoop je dan voor, zullen uh, we zeggen, bij de Albert Heijn is het goedkoopste ei 16 cent per stuk. Nou, verkoop jij ze voor 25 Daar beur je lekker van. Binnen no time staan ze op je stoep. Ja, nee, maar dat mag niet. Nee, je helemaal gek geworden. Dan ben je gewoon een bord hier tuin. Eieren te kopen. Het is zo afgelopen. En dat heeft helemaal geen trol te maken met NO2 of CO2 of SO2. Het is een bijwerking van onze liefde tot angst. En dan krijg je dat ook. Ja, maar wij willen dat graag. En ik vind het ook niet erg. Als ik in Arnhem-Zuid zou wonen met de juiste. Nou, ik, ik ga zelf nu geen kippen houden of zo. Maar, maar stel. Hè? Stel, ik, ik woonde in Arnhem-Zuid en ik ken die huizen en ik ken die buurten. En, nou, zo'n een, een leuk huisje. Misschien een hoekhuis als je mazzel hebt. Sociale woningbouwers. hè? Nee, ik zou er een kippenhok in maken. En als het kippenhok te druk wordt, dat de kippen niet meer samen op stok kunnen, maar dat ze ruzie gaan krijgen: van, ik wil ook op stok en ik kan niet op de stok. Ja. Nou, dan is het tijd voor kippensoep. Ik ben dan wel zo slim om geen bord in mijn tuin te zetten. Maar ik zou het wel doen. Kippensoep kippensoep in de vriezer. Ja, waarom niet? En eieren zijn ook heel lang houdbaar. Dan heb je stapels met eieren. En dat laat je een keer ontvallen bij de buren. En als je eieren wil, nou, ik heb eieren. Dan heb je wel ongelooflijke bio-eieren van die kippen. die uh, bij jullie ook door de tuin lopen? En we maken het uit. Die smaken erg lekker. hoor. Want ik ken een jongen, en die heeft uh, gewerkt in de muziekindustrie. Voor Herman Brood en QB en de Blizzards. En weet je ook, die andere, Bentley Leuke. Ik ga ja, die gasten Van de Burg, Hans van de Burg. En die bent. groep Grupo Sportivo. Weet hij die band? Groepo Sportivo. Heeft hij ook voor gewerkt? En voor heel veel meer. Die woont nu ergens in Arnhem Noord en die heeft kippen. En hij zegt: Die eieren van mijn eigen kippen. Dit, die geeft die dan weg aan vrienden en kennissen. om ze te laten proeven hoe lekker die eieren zijn. ...en hoe die eieren van de Albert Heijn... ...van 16 cent... ...die smaken... het is helemaal niks. Je moet zijn eieren hebben... ...van zijn kippen. Want ik, ik weet dat... ...want hij had op een dag zo'n doosje... ...van zes eieren... ...dat stond uh, bij de toog... En toen vertelde hij dat. Ja, ik heb die eieren meegenomen, want zo dadelijk komt, weet ik veel, maartje of zo. En die krijgt er een paar van mij. Het waren niet eens grote eieren. En ik geloof hem direct. Dat dat lekkere eieren zijn. Je moet je kippen goed te eten geven. En kippenvoer maken dat is echt niet zo moeilijk hoor. Ik denk dat je daar je moet er, uh, hapklare brokjes van moet maken. Dus, ja. Frituurvet vinden kippen ook erg lekker. Oh, en wat kippen heel lekker vinden, dat zijn maden. Oh, dat is smullen voor een kip. Nou, dan moet je een madenboerderij hebben. Maar die kan je zo maken. Ja, madenboerderij. Dan moet je rottende meuk hebben. Daar heb een soort compost op. En die kippen. Die, die pikken de beestjes er wel uit. Hoor. Alles dat lekker met je laten rotten. En het andere is dat je dus. De ja, je, je kan ook eens korreltjes maken van je groenten. In de blender, denk ik. In de blender. Moet je even kijken met een oud frituurvet of een beetje vet erbij. Dat het aan elkaar klontert. En dan verkruimelen. En ja, dat strooi je dan in de rondte. En die kippen, die, die pikken dat wel. Dat is het leven, ja. Wat ik net zei. Dat is het leven. En dat is een leven en dat maak je zelf. Je moet wel een kippenhok maken. En als de, de hond van de buren een kip heeft gepakt. dan zou ik toch even aanbellen. Dan kan ik even vangen. Jullie hond heeft een kip gepakt. Ik ga naar de Albert Heijn en ik pak daar, uh, pak ik daar zoal in de Albert Heijn hè? en dan loop ik ook naar buiten en dan uh, wordt er ook gezegd, hé meneer, u heeft dat gepakt, kunnen we even vangen? Ja, dus een buurman die laatste hond uh, jou, ik, een van jouw kippen pakken, dat is best. Ja, je laat je hondboodschappen doen, dat is, dat is goed joh. Maar wel betalen Ja, was dat nou? En dat vind ik wel mooi aan deze armoedige tijden. Want dat zijn het. Het is enorme armoede wat je nu ziet in Arnhem. In Arnhem zie ik dat. En dan zie ik uh, filmpjes op Facebook van andere steden hier in Nederland. En dan denk ik, ja, het maakt helemaal geen donder uit dat ik in Arnhem woon. Want het is overal hetzelfde. Dat is armoede, hè. En dus moeten we zelf aan de slag. Dus iedereen met een tuin moet een kippenhok bouwen. En zo moeilijk is dat niet. En een madenboerderij, madeboer, voor als de zomer komt. In de winter heb je er niks aan, maar in de zomer... met al die vliegen... Ja, ben je bent zo achter hoor hoe dat moet. En het stinkt niet eens zo. Dus dat valt ook wel mee. Maar er moet wel een goede rot in. Ja, want die vliegen allemaal. Bzz, 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 bzz. En die maden, die komen er allemaal uitkrapen. Oh, wat leuk. De grote wereld begint. En hulp, daar is de kip. Hoppa. Zijn overdenkingen. Voor jou. En dan kan jij zeggen: Ja, ik, ik heb geen tuin. Ja, je hebt wel een balkon. Of je hebt een kamer. Ik heb hier ook een kamer over. En ik heb al zitten rekenen. met mijn energiemaatschappij-leveranciersnota's. En... Nou, ik moet er wel zo'n 40, 50, 60. Zo dadelijk ben ik. Ik heb een akkefietje met de Belastingdienst, maar als dat klaar is. Heb ik er weer zoveel euro bij. En ja, dan kan ik daar elektra in pompen. En elektra zet je om in zonlicht met een ledlamp. Nou, een hele batterij van die lampen hebben. En dan komen de kruiden. Dragon gaat bij mij als een tierenlier. Rosemarijn, dat is een langzame groeier. dat komt wel. Basilicum, dat gaat crazy. Dat is echt problematisch, dat groeit zo hard. Oregano gaat goed. En ik heb citrus. Troengras. En dat ziet er ook wel aardig uit. En de beste vruchten heb ik gehad van de peper. De chili. En de heet, jongen. Oh, Meer. Dat had ik niet verwacht. Jeetje, wat een hete peper? En in mijn koelkast heb ik nu nog een aantal pepers liggen. En die gaan zo dadelijk de grond in. Want de zomer komt er weer aan. Dan gaan we weer lekker heet eten. En als je kijkt naar de armoede. Dus aan de ene kant is dat zo. En aan de andere kant. Hier in Arnhem heb je. Van die slagers. want Het zijn mensen van buitenlandse afkomst. En die hoeven niet zo aan de regels te voldoen. Dus het gaat allemaal veel makkelijker daar. In de keuringsdienst van waren. die bemoeit zich. Ze hebben ontheffing ofzo. Nou, dan koop je kallersvlees voor 6 euro de kilo. Dat is niet duur. Punt. Een kip. Dat is nog minder. En een hele kip bij zo'n Iraanse of uh, Irakese of Turkse of uh, Marokkaanse. Gewoon een hele kip. Neem eens zo mee. Drie euro, 3,5 euro. Zo. Dan kan jij zeggen, ja, maar die kippen vind ik niet lekker. Ja, dan moet je je eigen kippen gaan... Uh, ...fokken. Zou toch leuk zijn hoor, hier in Arnhem-Zuid. Dat iedereen die meedoet... ...die heeft een kippenhok. Ja, en die mannetjes... Die uitgebroede mannetjes. Daar heb je niks aan. Hè? Maar wel lekker. En dan hou je een paar mannetjes in leven. En die roeleren dan. Want ja, je kan moeilijk je beurt aan doen. dat jij je eigen haan hebt. Daar wordt de beurt ook helemaal gek van. Maar dat je het ook netjes aangeeft van. De nou, van uh, dan tot me dan is het iedere ochtend vroeg op, want ik heb dan de haan van Bert Hendricks. Ja, dan gaat die haan even lekker over al je kippen heen en dan neemt Bert Hendricks, die neemt zijn haan weer mee. En dan mag die haan weer ergens anders gaan neuken. Kijk, dan heeft die haan ook een leuk leven. Gewoon een seksborger wordt het dan. Er zijn zoveel manieren om na te denken over wat je met je leven kan doen. En dan kun jij zeggen, ja, maar ik, ik wil graag in Hollywood. En wil ik een beroemde actrice worden? Ja, dat kan. Dat je dat wil. Het is dan wel een kwestie van volhouden. Je kan ook zeggen. Nou, Hollywood, dat is mij veel te ver weg. Ik vind Westervoort vind ik ook wel leuk. Of Oosterbeek. En dan ga ik daar uh, iets doen, en doe dingen die je leuk vindt. Neem een geit. En waarom niet? Als je een weilandje hebt. Ja. Lekker hoor, geitenvlees. is ondergewaardeerd, hè. Dat is echt erg lekker. En dan heb je zo'n geit. En je kan, dan maak je een deal met, met Mohammedanen. Je zegt, nou, ik heb een geitenkoop. En ik wil 30% of zo. En dan wordt die geit die wordt geslacht. En jij krijgt een stuk van dit en een stuk van dat en een stuk van zus en een stuk van zo. En dan maakt geen donder uit, want je hebt al een nieuw geitje. Die is ook heel lief. En die oude geit die is helemaal geslacht. Ja. Ja, dan weet zo'n geit ook een keer dat het leven niet gratis is. En dat is het voor jou ook niet. Maar nou, je kan wel een geit houden. Oeh, een geit heeft niet een heel groot jachtterrein nodig. Een koe ook niet. Dus je moet maar kijken hoe groot jij een geit kan laten worden in jouw tuin. <laughs> Misschien dat je het met de buren eens kan regelen dat die geit ook een beetje heen en weer kan wandelen. En dan komt uh, ja, meneer Jagis uh, uh, Gabov. En die komt zo langs en die neemt die geit vriendelijk mee. En, oh, en die geit zo, oké, okay, is goed. Nee, laat maar meegaan. Oh, dat moet. Joh. En dan wordt hij helemaal geslacht. Ja, lekker die geitenbaan. Nou, hebben die eieren van die kippen. Dan kun je ook nog gaan denken aan een visvijver. Hm? Ja, denk er even over na. Je kan wel zeggen: ja, ik, ik ga illegaal vissen hier in Arnhem. En dan til ik daar uh, karpers uit de sloot. Of uh, vorentjes of zo. En dat kan je ook in je eigen uh, ding doen. Dan wordt alleen wel het probleem met de katten van de buren. Daar moet je dan wel wat aan doen. Maar er zijn oplossingen voor. De windbugs, bijvoorbeeld. Dat je bij je buren langs gaat, en dan zeg je: wel, Goh, nog even over die kat van jullie. Ja, die heeft dus gisteren weer. Uh, een aantal van mijn vissen gepakt. Nou, ik heb het jullie gevraagd en nou, er zit niet veel schot in. En omdat er niet veel schot in zit, heb ik deze besteld op internet. En dan laat je zo je iPad zien van een mooie windpucks. En dan zeg je ook tegen die buren van: daar ga ik niet wild mee in de rond te schieten, echt niet. Maar als mijn vissen bedreigd worden de volgende keer, dan. En het schijnt dat kat ook best lekker te eten is. Het smaakt naar konijn. is toch een mooie deal? Je buren hun kat, die heeft gegeten van die vissen van jou. Ja, nou, dan eet jij dus. De kat van de buren. He? De buren waren te zuinig om kattenvoer te kopen voor hun eigen beest. Ja, gaan we eten bij Perry en zijn familie? Ja, dat is allemaal best. En die kat heeft lekker gegeten. En Perry gaat nu. Uh, nou. En hoe eet je een kat? Nou, daar moet je even, even over nadenken. Dat is marineren. Is dat Het is taai vlees. Hoor. Niet per se lekker, maar net ja, als met konijn. Dus. Maar je dat in de rode wijn legt. Oh ja, en wijn is ook zoiets. Waarom maken we dat zelf niet? Of je never. Je gaat mij niet vertellen dat ze dat kunnen verbieden. Want dat kan je overal doen. Dat doe je desnoods in je kelder. Het is een kwestie van gisten. Je hebt organisch materiaal nodig. Aardappelschillen, bijvoorbeeld. Dus aardappelschillen. Iedereen klagen. Ja, als je aardappel. Dat moet allemaal bij de gemeente. En dat kost dan 80 cent per zak. Dat is ook belachelijk. Maar goed. Ja, ja al dat organische spul. Hou dat voor jezelf. En dan gisten. Aardappels. Gisten. Aardappelschillen. Gisten. Ja. Het smaakt verder nergens naar maar het gist wel. En dan moet je destilleren. Maar dat is ook niet zo moeilijk. Ik heb een vriend gehad. God hebben zijn ziel. En die stookte. In zijn flat in Lelystad. En die kwam maandelijks op een brommer. Zo'n dus twee takte, Helemaal vanuit Lelystad naar Wageningen. En dan had hij van die fietstassen. Nou, dat zijn dan brommertassen, maar je snapt wat ik bedoel, hè. En daar zat dan een rinkel de rinkel. Allemaal van die flessen in. En verkopen die handel. En van tevoren ook informeren. Wil je whisky smaak? Wil je dingen smaak? Wil je je mag ook. Uh, ja, je mocht je smaak kiezen. En hij kocht die smaakjes. En dan heb je alcohol, doe je smaakje bij. En dan heb je een erop, stikken erop. Whisky. Dat kan jij ook doen. En ik denk dat als je dat gaat doen dat je daar hartstikke blij van wordt behalve die keer dat die slang knapte en toen wop en toen en toen, en toen is een stuk van het gordijn verbrand dat was minder maar ja, ieder nadeel heeft zijn voordeel maar je lacht je kapot. Kijk, dat waar het leven om gaat, dat is niet die mombakkes van Hugo de Jonge en Marutte. Want, kijk, voor, voor mij dan, kijk, ja, ik heb niet een externe dreiging nodig om het over te hebben. Ik zie voldoende interne dreiging. Zo. <laughs> Vanmorgen waren er weer eens, geen microvezeldoekjes. En toen moest ik naar mijn manager toe. En zij is aanvallend. Dus zij denkt dat als er een vraag komt, dat iemand bezig is om haar te pesten. Dus ik loop naar haar kantoortje en ik zeg niet dat er geen microvezeldoekjes zijn, want dat vindt ze pesten. Ik zeg alleen, hallo. Uh, dus ik denk om mijn stem dan, hè? Hallo. Uh, mag ik wat uh, reservedoekjes van je? Nou, dus ja, ze ja, natuurlijk. Want zij heeft de reserve doekjes. Of als de microvezel op is, heeft zij nog van die oude meuk. Uit 1945. Weet je wel, toen met D-Day. Ja, dat werkt ook nog veel. Ja, maar dat is oude meuk. 3000 keer gewassen. Ik wil die microvezel... die mij bij de cursus is uitgelegd. Van zo werkt dat spul. En dat spul wil ik graag. Maar dat, is, dat kan dan niet altijd. En dan moet ik mij bij neerleggen. Kijk, dat is een interne dreiging. En dan ga ik naar haar toe en dan krijg ik die, uh, die oude lappies. die ooit heel modern waren in 1813. En dan kijkt ze mij zo aan en dan insinueert zij dat ik die reservedoekjes kwijt maak. Van ja, het aantal reservedoekjes dat daalt. Ben jij daar de oorzaak van? Ik vind het heel vervelend om in haar nabijheid te zijn. Ik vind het zelfs vervelend als ik haar zie lopen. Dat doet mij pijn in mijn ogen. Er zei ze ook iemand die dan bij Lachenbekje, dat is een collega van mij. Lachenbekje die had een aantal vrije dagen aangevraagd. Maar eentje daarvan, dat was op een zaterdag. En dat kan niet. Dus dan komen we even langs op de locatie. Om dit uh, ja, behoorlijk ernstige probleem. Uh, we, we slaan het op. Een vrije dag gaan vragen. Voor een zaterdag. Op zaterdag ben je vrij. Zeg je me voor de gek te houden? <laughs> maar dan was ze er toch. En, en dan ging ze in de rond te lopen. En dan ging ze zeggen. En daar zit een stofnestje. En dat die op. En dit is ook niet. En, en waar ben je mee bezig? En zij had dan het probleem om die manager uit te leggen. dat het, het was maandagochtend en het is half elf. En we zijn net begonnen. Kijk, nou, als je op vrijdagmiddag komt. Ja, en er zitten nog stofnestjes en vlekken op de deuren. ja, dat is een ander verhaal. Maar uh, op maandagochtend, dan is het uh, vanaf vrijdagmiddag zo'n beetje speeltuin op onze locatie. En dan is de schoonmakerij, dat is de bijtaak van een stelletje amateurs die echt niet weten hoe ze schoon moeten maken. Maar die weten alles van psychotherapie en begeleiding van moeilijk verstaanbaar gedrag. En, ja, niet iedereen kan alles. Maar dan op maandag dan zijn wij weer aan de beurt. En nee, het is niet zo dat als wij binnenkomen dat we op een knopje drukken en dan, poem, alles is schoon. En dat we dan tevreden in de rondte gaan lopen. En dan gaan we alleen maar koffie drinken en dan een beetje sjekkies roken in de tuin. En van nou ja, alles is schoon, ik heb op de knop gedrukt. Nee, dat kost tijd. Het is iedere week van mij hetzelfde. Maandagochtend, negen uur. Dan kijk ik tevreden naar de bende die er is. En op vrijdag is alles netjes. Maar ja, er komt het weekend weer. Kijk, dat is een interne dreiging. En iedereen heeft dat. Iedereen heeft van die liegende mensen in zijn omgeving en die oude hoeren maar wat. Omdat ze het er niet over willen hebben wat ze zelf hebben uitgespookt. En ze claimen dan van, ja ik, ik, ja, ik wist toen niet beter. Maar nu wel. Nou, vind ik dat best dat je toegeeft dat je toen niet beter wist. Maar dan ga je wel biechten. En niet bij meneer Pasteur. Maar bij de slachtoffers. Van jouw stupide gedrag. Maar dat willen we niet. Wij willen een externe dreiging. En dan gaan we betalen. En dat vind ik niet meer dan terecht. Doei. Oh ja. En dag, liefdes.